Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Live Life Horses. Vandaag ga ik jullie vertellen wat er allemaal bij komt kijken als je op een wedstrijd gaat. Nou, en we gaan dus met dit paard. Ze heet Esmeralda en ze is van mijn lerares, van Burema. En zij gaat de springwedstrijd doen, klasse L. En dit is het parcours dat zij gaat springen. Nou, en we hebben net Esmeralda uit de trailer gepakt. En zoals je daar kon zien, hebben we hem al opgezadeld. En nu lopen we naar de inrijbak. In de inrijbak op weide gaat ze nog eventjes inrijden en een paar sprongetjes doen voordat ze toch echt de wedstrijd moet gaan rijden. Nou, zoals je ziet rijdt ze nu goed in en als ze dan klaar is met inrijden, dan loop ik met Esmeralda en gaat zij, zoals je hier kunt zien, alle sprongen uitmeten, net zoals alle andere ruiters. Nou, en voordat haar wedstrijd nog echt gaat beginnen, zijn er nog een paar anderen die moeten rijden. Zij is namelijk als tiende en ja, dus moeten er nog een paar voor haar aan en dit laten we nu zien. Nou, en dit is de winnaarsronde van klasse B. Hier worden trouwens ook al de sprongen verzet voor niveau L. Nou, en dan eigenlijk maar toch, Judith is aan de beurt met Esmeralda. En op het begin ging het wel goed, maar helaas vielen er op den duur wel veel balken af. Bij beide rondes zijn er 4 balken afgegaan, dus dat is best wel zonde, maar we zijn alsnog wel trots. Nou, en dit is dan haar tweede ronde.
dan als laatste, als final ronde van de wedstrijd, kwamen de manners. En ja, die hielden eigenlijk ook een wedstrijd. Wie het mooiste kon passeren. En ja, dit zie je hier. Hier stapt Judith nog even met Esmeralda uit, omdat ze redelijk druk was. En hier laat ik jullie even het terrein zien van de wedstrijd. Esmeralda is nu weer helemaal afgezadeld. Alleen de stoten moeten er nog eventjes uit worden gehaald. Dat gaat Judith doen. En daarna gaat Esmeralda ook weer op de trailer en gaan we weer naar huis. En dit was dan ook de video. Ik hoop dat jullie daar wat aan gehad hebben. En dat jullie het leuk vonden om te kijken. En tot de volgende keer. Doei!